Lieve vrienden, goedemiddag. Ja, het is vandaag alweer donderdag. En het is 16 mei, om precies te zijn. En het is 12:25 op mijn horloge. Ja, en de diertjes zijn binnen. Die willen natuurlijk hun lunch hebben, net zoals ik. Dus daar gaan we mee beginnen zometeen. En het is wachten op Rebecca, die komt ook zometeen. Dus ja, we wachten alles maar lekker af en we horen het allemaal wel. En ik moet vanmiddag wat boodschapjes doen, want Astrid die komt zover, ik weet morgen te eten weer. Moet ik toch wel weer wat in huis hebben, want ik weet niet wat. Nee. Maar ja, ik zal er zo meteen even appen van wat wil jij morgen eten. Hoop ik dat ik antwoord krijg. En anders moet ik dat morgenochtend nog doen. Maar ja, komt ook allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ja. Kijk, even je ziet krijgen. Al te poetsen van, je krijgt visite, vrouwtje. Nou ja, dat is enkel Rebecca, maar dat is geen visite, die komt werken. Ja. Nou, die ligt daar, voor pampers. En Kandolf, die zit weer op zijn eigenwijze manier te drinken. En ik blijf dat leuk vinden. Zo leuk. Echt geweldig. Nou ja, is hij toch netjes opgevoed, hè? Een andere kat, die doet het niet. Dit is de eerste in mijn leven dat ik katten heb. Is hij de eerste die dat doet? Ja, meisje. Wat is het dan? Maar oké, ik ga aan deze kant opschieten. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Astrid die komt helaas niet, want haar kindje moest ze ziek uit school halen. En morgen komt ze wel, want dan gaat ze oppassen regelen voor haar kindje. Dus komt ook wel weer goed. Een dag later of een dag eerder, wat maakt het uit als het maar gedaan wordt. Ja, toch? Ja. Vind ik ook. En kinderen gaan nou eenmaal voor. Ja. En daar kan je ook niks aan doen. Maar in ieder geval, Kandolf die zit in de hal te blaren van ik wil eruit, ik wil naar binnen toe. Maar er zit er nog eentje te eten. Nou, daar wacht hij maar mooi even op. Ja. En vrouwtje ligt lekker op de bank te slapen. Tenminste slapen. Aan de oogjes wel ook, maar hij ligt wel lekker. Toch lief. Oh, Ewen is nou ook klaar. Hé, meisje. Ja. Nou, dan kunnen we haar eten oppakken en dan kan nog naar binnen komen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik wacht even tot mijn telefoon weer genoeg input heb. En daarna gaan we weer de hort op, onder andere wat boodschapjes doen. En ik wil weer even bij mama en papa zo aankijken. En natuurlijk bij onze andere kuikentjes, hoe die nog leven. Want ik ben toch zomaar bang dat de ratten die anderen hebben opgegeten. Ja, dat vind ik zo zielig altijd. Hè? Maar ja, dat is moeder de natuur. En daar kan je nou helemaal niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, jullie gaan dus gewoon weer gezellig mee. Ja, zowel mijn koopro, zowel deze. Tenminste, koopro. Oh jee. Heb ik die wel aan de lade gehad? Weet ik niet eens. Oh jee. Nou, dat gaan we ook nog even doen. Ja, waarom ook niet? En het komt allemaal goed. Dus ja, wanneer is hij waar? Mijn koopro is. Oh nee, dat kan niet. Mijn koopro kan niet mee. Nee, nou ja, we hebben pech. Nee, want er zitten nog filmpjes op. En die heb ik ook inderdaad niet aan de lade gehad. Nee, maakt niet uit. Kan de pret niet boeien, neem ik een kot. Deze mee. Ja. Dus ja, maakt ook niet uit. Simpel. Ik moet het nodig eens een keer een koopro erbij hebben. Maar ja, kost ook weer geld. Eerst belangrijkere dingen, zoals een nieuwe computer, een nieuwe vriezer voor in de schuur. En dan zien we wel weer. Ja, er zijn ook andere prioriteiten. En dat andere kende ik ook, een nieuwe koopro erbij. Kan ik nog altijd deze een keertje sparen, heren. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet
Nou ja, ik hoop dat we genieten kunnen, laat ik het zo zeggen. Kijken of er even zwaantjes zijn. En dan weer even bij de kuikentjes en bij mama en papa meer koetjes kijken. Ja, gaan we gewoon gezellig even doen. En boodschapjes doen, dus ja. Komt allemaal goed, ik zou zeggen. Tot later. Lieve vrienden, onze zwaantjes zijn geboren. Ik ga het jullie zo laten zien. Het is schitterend, ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Maar ik moet eerst zien te staan. En natuurlijk even zachtjes doen, hè. Ja. Dan gaan we eerst even de leuning omhoog doen. Dus kan ik nog niet staan. En papa zwaan staat daar. We gaan eens tellen, als ik dat kan. 1, 2, 3, 4, ja, ze bewegen allemaal. 1, 2, 3, 4, 5, geloof ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ja, 6 tel ik er. Ik tel er 6. Wat een dotjes. 6 stuks tel ik er. Wat een dotjes. Dag papa zwaan. Hé hey man. Ik doe niks hoor. Nee. Ik doe je gezinnetje helemaal niks. Je doet het goed. Ja. Hé. Hoe mooi is dat toch? Ja, ik blijf uit de buurt. Ah, boos op dat ja. Nee, ik zou ook met hond absoluut niet hier komen. Oh, maar hij reageert er niet op. Nee, maar de zwaan die maakt je boos. Dat vind ik zo erg. Dat kijk ik nou eens goed. Ja, want ik ben een vlogster. Komt op YouTube te staan. Hoeveel is er nou? Ik telde er 5. Nog 2 tot 4. Want ik ben hier een paar keer geweest, want ook er waren hier ook meer koetjes. Die ja. Had ook een netje. Nee, oh, zijn ze nou daar? Ja. Oké. Okay. Dat heb ik ze vanmorgen gezien. Hoeveel jonkies? Want, nou, 3. Ik had eergisteren ben ik hier ook geweest. Toen zaten er 2 op nest en die kregen te eten. Maar daarvoor hadden ze er 5. Ja, ik weet eentje. Bij ieder van de vrouwen is eentje een beetje opgegeten door een hond. Ach, ja. Daar kun je niet tegen, hè? Ja, blijven we met die honden bij die dat. Nee, de hond is er uitgebroken. Oh, oké. Okay. En die springt in het water uit. Ik vind dat zo mooi. Wat is de man? Hij heeft... Papa zwaan, je hebt gelijk hoor. Ze hadden 7 eitjes. Ja, ach god. Of eieren, kun je beter zeggen. Hé, kleine hondje. Jij mag niet bij papa zwaan komen, dan wordt hij boos. Ja, doe maar. Oh jee. Hij loopt maar door hoor, anders. Want hij is echt boos. Goed zo hoor. Ja, je doet het goed man. Ja. Hé? Ik ga ook weer weg hoor, lieve. Ik zit op mama zwaan. Hé? Ja, lieverd. Ja, lieve vrienden, ik ben blij. Ja, het is gelukt. Met de zwaantjes en het zijn er niet 5, maar 7. Ik
heb gelijk even gekeken. Ik heb even mijn kaartje uit de camera gehaald. En even aan mijn computer gekoppeld. En even van een momentopname een foto gemaakt. Ik vind dat zo mooi, hè. Even kijken of dat wil, hoor. Spiegelt natuurlijk. Nou, hoe mooi is dat, hè? Echt zo mooi. Ja, daar ben ik reuze blij mee dat het toch gelukt is. Ik was bang dat ik het niet op had geslagen. Ja, vanwege dat ik werd afgeleid door een vrouw met een klein hondje en een papazwaan. Want papazwaan was dus boos op dat kleine witte hondje dat ik ook nog even gefilmd heb. Ja, dat kwam er ook nog een latere man aan met een andere hond. Groot beest, een groot bakbeest. Die zwaan natuurlijk weer blaast. Ik zei, ja, loop dan alsjeblieft ook om. Nou, gebeurt toch niks? Nee. Gebeurt momenteel niks? Nee. Maar de volgende keer gebeurt er wel wat. Ja, toch? Laat die beestjes met rust. Net zoals thuis, als je vrouw is bevallen, dan moet je ook rustig zijn. Want de vrouw moet rusten, de baby moet rusten. Heen en meer kinderen, die mogen ook niet schreeuwen op dat moment. Maar wat doen die kinderen daar weer? Schreeuwen en die beesten gek maken. Ja, rot op! Wegwezen! Ja, dat doe je thuis maar. Ja, maar wacht het niet, er is een baby. Ja, wat denk je wat dit is? Ook baby's. Ja, ik zei niet van rot op hoor, dan doe ik het wel netter, maar... In ieder geval, ik kan dan zo boos worden, maar dan zeg ik tegen de kinderen, mogen jullie thuis dan wel schreeuwen? Nee. Ik zeg dan, hier ook niet. Nou, die beestjes met rust, zijn babytjes. Ja, ja, weet ik wel. Ik zeg dan, waarom doe je dat dan? Ik zeg, als het thuis ook niet mag. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, nou, zo lust ik er nog wel een paar, weet je. Ik heb mijn kinderen ook altijd geprobeerd op te voeden om, hun rustig te houden. En ook van de natuur te houden. Gingen we de natuur in, was het stil. Ook de kinderen waren stil. Enkel het lopen hoorde je, maar we liepen heel voorzichtig ook. Want we zijn ook al in een bos geweest. Naaldbomenbos noemden we dat, omdat het alleen nog maar allemaal naaldbomen waren. Maar dan ging je op je hurken zitten en dan zag je in de verte eekhoorntjes en herten lopen. Moet je toch stil wezen, daar moet je van genieten. Dat is een momentopname dat je dat kan zien. Dat zie je niet altijd. Nou, echt schitterend was dat. En dan hebben we hier onze prinsesje. Die heeft ook weer aandacht nodig. Hé, ja. Ja. Wat, ja. Ja, meisje. En vrouwtje wilt koffie. Hé, ja. Ja, en voordat ik wegging, ik stond op het punt weg te gaan, ik had mijn jas aan. Maar die kon ik dus weer uitdoen, want ik kreeg onverwachts visite. Ja. Van eentje die hier gewerkt heeft, toen Rebecca een keer ook ziek was. En dat was in 2017. En toen heeft ze mij ook heel erg goed geholpen met de boel regelen dat ik weg kon komen naar Den Bosch toen mijn schoonmoeder is overleden, ja. En die woont nou hier in Den Helder. Daar ga ik ook dus binnenkort eens een keer naartoe om te zien waar ze exact woont. Ik heb haar adres gekregen. Nou, en dan moet ik dus eventjes hier zoeken waar ze woont voordat ik een afspraak ga maken van ik kom. Om een bakkie. Nee, ik ga eerst op de Bannenvoer eventjes kijken. Nou, en ze is vorig jaar ook wel een paar keer ingevallen voor Rebecca, als Rebecca ziek was. Maar voor de rest nooit weer geweest. En nou kwam ze rond als vriendin. Ja, ik heb er ook een keer gevlogd. Dat was met de halve van Den Helder. Toen deed ze ook mee en toen kwam ze bij de brug, kwam ze binnen gelopen. Dus ja, leuk, hartstikke leuk, geweldig. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Hoe laat leven we eigenlijk? 16:53 is het. En nog steeds 16 mei. Hè, Ewin? Ja. Dat ik zou zeggen, geniet er nog van. En tot straks.
kijken of hij dat doet. Ik zie de maan daar staan en die is voor mij rood van kleur. Ik vind het geweldig mooi. Ja, ik hoop dat jullie het ook mogen zien en aanvaarden. En dat kan ik dus zien uit mijn huisje vandaan. Ik denk, wauw, die is mooi. Dat wou ik jullie dus niet ontnemen. Ik had al afgesloten, maar dit filmpje komt er toch lekker even nog bij. Een mooie afsluiter, ja. En ik sta ook nog ongelukkig. Ik sta precies zo en niet anders. Dan zit ik met een lantaarnpaal. Ja. En die is hoge door. Dat is een lantaarnpaal. Ik heb ook nog ingezoomd. Om de banen moet ik weer zoeken. Waar ben je, maantje? Ik zie niet. Ja, daar is die. Mooi, hè? Ja.